Goedemorgen, deze mooie morgen. Ik wil het vandaag eens hebben over astrologie. Veel mensen van jullie geloven er niet in, denken dat het allemaal fake is. Ik wil je hierbij in dit filmpje een paar argumenten laten horen die het tegenovergestelde kunnen zeggen. Argument 1 is eigenlijk best simpel. Als we terugkijken in de geschiedenis van onze mensen, zien we gewoon dat sterrenkunde, astrologie, astronomie, al sinds mensenheugenissen wordt beoefend. In de oudheid zijn er zelfs diverse monumenten gebouwd. Neem een Stonehenge, die een soort van kalender moeten zijn, zodat je kunt zien van wanneer welke ster waar staat. Zoiets wordt er van gezegd. Het feit is dat er dus al, hoe oud zou, schatten ze Stonehenge? Volgens mij iets van 10.000 jaar. We zijn er dus al 10.000 jaar ruim mee bezig. En stel, dit is even natte vingerwerk, ik weet niet precies hoe oud Stonehenge schatten. Maar stel, het is zo oud als dat ik zeg. En dan is er dus daarvoor al een lange tijd geweest waarop we met sterrenkunde bezig zijn. Wat ik dus simpelweg zeg is, we zijn er al zo lang mee bezig. We hebben er al zo ontzettend veel moeite in gestoken. Echt veel moeite. We hebben dus monumenten opgericht die we tegenwoordig nog niet eens meer kunnen oprichten. We zijn in de minderheid. En waar, het is waar. Zelfs al ben je in je eentje en je vertelt de waarheid, dan is het nog steeds de waarheid. Maar logisch gezien zou ik zeggen van ik denk dat wij het in dit keer, dat de minderheid het fout heeft. Vervolgens kijken we naar de horoscopen zelf, hè, want daar draait de astrologie het meeste om. Ja, je hebt gelijk, als je dagelijks in de krant leest wat je horoscoop is, dan klopt het van geen meter. Wauw. Maar dat is geen echte astrologie. Astrologie is een persoonsgebonden horoscoop. Niet een horoscoop, een dagelijkse horoscoop voor alle maagden bijvoorbeeld. Ik ben zelf maag. Nee. Wanneer je een persoonlijke horoscoop wordt gemeten, ik weet niet hoe je dat zegt, wordt uitgedokterd, dan worden jouw persoonlijke gegevens hier aan toegevoegd. Waar stonden welke planeten, waar was jij tijdens je geboorte op de aarde, hoe laat was dit, et cetera, et cetera, et cetera. Dan komen dus de factoren die van toepassing zijn op jouw leven / horoscoop aan bod. Nou, ik weet niet of je ooit eens zelf een horoscoop hebt laten maken van jezelf, van jezelf of voor iemand in jouw omgeving. Maar je zult zien dat deze behoorlijk kloppen. Dat is argument 2. Dus het eerste argument, er zijn al zo ontzettend veel mensen mee bezig geweest en we zijn er al zo ontzettend lang mee bezig, dat het vreemd is dat het niet werkt. En het feit gewoon dat als je een persoonlijke horoscoop krijgt, dat die vaak zo dicht bij de waarheid zit, dat het toch, dat je mag zeggen dat het klopt. Sorry. En het laatste argument
zit meer in het wetenschappelijke gebied. Wij weten dat sterren en planeten en andere hemellichamen straling uitzendt. We hebben niet voor niks dag en nacht. Ja, heel simpel. Overdags komen de lichtstralen bij ons en 's nachts niet. Simpel is dat. Als je dat doortrekt naar andere sterren en hemellichamen, zul je dus beseffen dat er bepaalde stralingen op jou afkomen die soms wel doorkomen en andere momenten weer niet doorkomen, omdat er dus bijvoorbeeld een ander hemellichaam tussen staat. Neem het voorbeeld dag en nacht. Overdag staat er niks tussen ons en de zon en 's nachts is onze planeet tussen ons en de zon. Je kunt dan beseffen dat er, wanneer er een ander hemellichaam tussen staat, dat er bepaalde straling niet doorkomt. Ja? Wetenschappers hebben al bewezen dat er per seconde miljarden neutrino's door jou heen schieten, continu, elke seconde lang. Merk je vrij weinig van, denk je. Omdat het geen fysiek kenmerk heeft dat je kunt meten. Maar wie zegt mij dat het niet een mentaal effect op je heeft? Ergo, horoscoop. Ik denk dat er meer achter zit, achter al die astrologische... wat sommigen noemen bullshit, dan dat we denken dat er achter zit. Ik denk dat we er nog eens goed naar moeten kijken en het weer moeten verheffen tot een wetenschap, zodat we er weer serieus mee kunnen omgaan en het kunnen toetsen. Want ja, als je gaat toetsen op de horoscoop die je dagelijks in het krantje vindt, ja, dan ga je plat, dan ga je nat, dan werkt het niet. Maar ga je dus echt toetsen de ware horoscopen, de persoonlijke horoscopen, hè, dan zul je waarschijnlijk merken dat het toch wel klopt wat er wordt gezegd. Dus, dat zijn de argumenten voor astrologie. Zeg maar wat je ervan denkt, ik ben benieuwd.